rotzak! Lize Ferijn, welkom in ons kiekekot. Dankjewel. Zie je het zitten? Ik zie het wel zitten. Ik bedoel, ik ben heel benieuwd wat voor fragmentjes dat jullie over mij hebben opgesnord. Ja. Ik ben ook een beetje bang daarvoor. Vind je het erg om vuil te worden? Nee, denk ik. Goed, ik ga jou 5 vragen stellen over je online verleden. Bij een fout antwoord giet Jeff, onze kiekendrek, via ons ingenieus buizensysteem op je hoofd. Maar bij een goed antwoord komt de kiekendrek op mij terecht. Welkom bij de kiekekotquiz. Lize, we mogen het zeggen. Jij bent een model. Wat is het geheim achter jouw Instagram-succes? Je moet in jezelf geloven. Dat is belangrijk. Jouw Instagram is ook vaak heel grappig. Ah, dank u. Zie je jezelf als comedienne? Nee, als comedienne ook weer nee. Nochtans, we hebben gezien dat je op je Instagram vaak wel je publiek aan het lachen kan brengen. Ja. Het brengt ons ook naar de eerste vraag. Je doet hier een heel verdienstelijke poging. Maar wie is volgens Humo de grappigste vrouw van Vlaanderen? Is dat A. Maaike Kafmeijer, B. Sien Eggers of C. Ella Leijers? Wacht, Humo. Ik ga voor Maaike Kafmeijer. Ja, kies dus voor A. Maaike Kafmeijer. Ja. Chef! Drop! De drek! Lize? Ja? Pietriel? Jij houdt je heel vaak bezig met mode. Ja. Is mode een passie? Nee, totaal niet. Ben je op de hoogte van alle trends? Nee, totaal niet. Nochtans, we hebben video's teruggevonden waaruit blijkt dat je toch wel heel goed op de hoogte bent. Oh, wat verdomme. Van de laatste trends. Bij de flamenco-trend hoort alles wat Spaans getint is. Kant is een trend van uitersten. De Spaanse trend is supervrouwelijk. Een van de trends deze zomer is metallic. Deze trend is echt de moeite waard om eens uit te proberen. Zo'n geweldige trend. Het is trouwens ook de trend van dit seizoen. Oh, ik haat het. Ik haat het. En dan moest ik apart nog een keer shotjes nemen waarbij ik zo... Misschien, ja, inderdaad nog een keer voor de kijkers van supercontent. Jij weet alles van trends, dat is duidelijk. En dat brengt ons ook naar de tweede vraag. Want 5 jaar geleden waren het er nog maar 7. Maar hoeveel padelclubs zijn er intussen in België? Zijn er dat A, 74, B, 96 of C, 123? Zeg, wat een leuke, wat een vlotte overgang naar deze rare vraag. Ja, maar dat is toch de trend van het jaar. Ah, zo op die manier. Ja, 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 ik snap het. Maar ze liggen heel dicht bij elkaar, hè. Ik ga echt wel voor C gaan, omdat dat het meest is. Jij gaat voor C, 123. Ja. Chef, drop de drek. Ja! Er moet van mij ook wel een druppel in mijn mond. In mijn mond. Zelf de kijkers van Supercontent weten het. Jij bent samen met Aster Nzeyimana. Ja. Wat is er zo fantastisch aan Aster Nzeyimana? Dat is bruin en bekend. En dat is toch... Dat zijn toch 2 aspecten waar ik echt voor val. Oh. Je vergeet te vermelden dat hij ook heel goed kan zingen. When you walk. Kom aan, Aster. Through a storm. Wat mooi. Ah, ik was supermacht. Walk Oké, toch weer. Over walken gesproken, wandel je graag? Nee, ik step overal naartoe. Dan is de volgende vraag misschien wat moeilijker voor jou. Mm-hmm, oké. Hoe heet de trend waarbij je therapeutisch wandelt in de natuur? Is dat A, whisper walking? B, soundless hiking of C, forest bathing? En een kleine tip,
De trend komt uit Japan. Konnichiwa. Ik ben al in Japan geweest. Super. En ik heb daar niet anders gedaan als soundless hiking. Dat zou wel eens het juiste antwoord kunnen zijn. Is dat ook het antwoord dat jij zou willen kiezen? Ik ging eigenlijk voor de forest bathing gaan. Niet voor de forest bathing? Maar ik wil vertrouwen in de goedheid van de mens. En ook vooral van deze mens. Ja. Ik ga wonen. Ik ga voor B. Je gaat voor B, soundless hiking. Het klinkt inderdaad heel Japans. Is het B, soundless hiking? Chef, drop de drek. Nee, geen rotzak. Oh, dat is gemeen. Oh, dat is gemeen. Sorry, Lize. Ja, ik heb gehoord dat liegen de trend is van 2021. Dus ik wou daar aan meedoen. Sorry. Het juiste antwoord was trouwens forest bathing. Wat verdomme! We zagen daarnet jouw vriend Aster. Mm-hmm. Kan Aster goed acteren? Ja, ik kan wel iets acteren, ja. Want jij bent natuurlijk actrice. Ja, dat is waar. En we hebben ontdekt dat jullie ook soms samen acteren. Ja? Ja, katten die moeten dat ook hebben, hè. Huh? Wow. Chips. Chips? Ja, chips. Chips. Ja, de dierenarts die heeft het nummer van die chips geregistreerd en ons adres is daaraan gekoppeld. Big Brother is watching us. Wat heeft die kat ons al zien doen? Maar nee, maar zo werkt dat natuurlijk niet. Pipo. Jullie kennen duidelijk alles van chips. Ja. Dat zal ook helpen bij de volgende vraag. Want welke chipsproducent herintroduceerde dit jaar de trend van de Flippo? Was dat A, Crocky, B, Lay's of C, Cheetos? Ja, dat zal Crocky zijn. We zullen eens kijken of dat het correcte antwoord was. A, Crocky. Crocky. Chef, drop de drek! Oh, mijn oor, pas op. Het is ook op mijn ruggetje. Op je ruggetje. De laatste vraag wordt niet door mezelf gesteld, maar wel door een comedy-acteur die alles afkent van chips. Hey, Lize. Ja? Ja, ja. Ik vind dat fantastisch, hè, dat wij samen kunnen acteren. Ik bedoel, dat wij die mop maken van de chips. En de chips, dat is... Ja, je hebt dat of je hebt dat niet, hè. Dat is het. Maar Swat, genoeg woordspelingen en dubbele betekenissen. Mijn vraag luidt als volgt. Wat is een veel en vaak voorkomende huidaandoening bij kale poezen? Wat? De ondubbelzinnige vraag. Wat is een veel voorkomende huidaandoening bij een kale poes? Is dat A, parotitis, B, dermatitis of C, lymfotitis? Weet jij welk soort titties we zoeken? Oh, echt, die moppen zijn zo flauw. Waarom vind ik dat zo grappig? Welke titties voor deze kale poes? Derma is huid, hè? Dus ik denk dat ik ga voor dermatitis. Je gaat voor dermatitis? Ja. Bij de kale poes? Kent Lize Verheyen alles van kale poezen? Ja, dan nee. We komen nu het antwoord te weten. Ja, daar is de camera. We komen nu het antwoord te weten. Chef, drop de drek! Dag Lize, eerste reactie. Het valt mee, hè? Is dit de trend van 2021? Ik denk het wel. Dit is de trend van 2021. Bedankt voor uw deelname. Je mag u gaan douchen. Voilà, de ravissante Lize Verheyen is zich aan het douchen. Bedankt om te kijken naar de Kiekekot Quiz. Vergeet ons niet te volgen op YouTube. Super content. En volg ons ook op Instagram. En dan zien we jullie graag volgende week, want dan spelen we met...